kijkplezier toegewenst. De rubriek De Consument. We hebben vandaag twee mensen uitgenodigd, want ja, er is een probleem ontstaan. In 1995 heeft een mevrouw Jongsang uit Amsterdam, een onderdeel gekocht voor een wasmachine bij het onderdelenhuis. Dat onderdeel heeft ze na 5 dagen teruggebracht. Het was een onderdeel ter waarde van ongeveer 471 gulden. In de winkel blijkt de mededeling te hangen dat bij ons wordt niet geruild. En vervolgens is het wel in ontvangst genomen in de winkel, dus weer teruggenomen na 5 dagen. Met de mededeling, althans volgens mevrouw Jongsang, dat als het verkocht wordt, dat ze gebeld zou worden en dat ze haar geld zou kunnen terugkrijgen. Althans het bedrag wat het onderdeel zou opbrengen bij verkoop aan een andere geïnteresseerde. Het is natuurlijk wel zo dat zo'n onderdeel speciaal besteld wordt. Een onderdelenhuis levert allerlei dingen, noem maar wat op, stofzuigerzakken bijvoorbeeld, maar ook de gekst mogelijke dingen. Ik ga eerst even praten met meneer Kuiper. Hij is directeur, geloof ik, van het onderdelenhuis, hè? Klopt, ja. Ik ben directeur van het onderdelenhuis in de Tolstraat. Wij hebben inderdaad dit onderdeel geleverd nadat het door meneer besteld was. Dat onderdeel is voorts is het in het apparaat gezet. Bleek hoogstwaarschijnlijk dus dat het niet de fout was. Dus na 5 dagen werd het teruggebracht. Heb ik zelf ingenomen. Ik zal ook dus de afspraak hebben gemaakt van zodra als ik het verkoop, dan krijgt u geld terug. Het is een vrij duur onderdeel, daar ben ik het helemaal mee eens. Wij laten dus daar dan ook een gedeelte op aanbetalen als wij dus dat moeten bestellen. Tot op heden is het onderdeel nooit verkocht. In de brief die gestuurd werd, werd eerst gezegd dat het een wasautomaatmotor was. Nou, dat vonden wij dus al vreemd. Kon ik ook in eerste instantie niet vinden. Later, na een telefonisch overleg, bleek het een pomp dan kon zijn. Nou, ik zeg, dat is het ook niet. Maar het kon ook een programmaschakelaar zijn. Dus hetgene wat 5 of 4 jaar geleden dus gekocht is en wat dus nu gevraagd wordt. Ik zeg, dat weten de mensen dus niet. Dus zodoende dat ik gebeld heb. We hebben het onderdeel niet verkocht. Dus het onderdeel dat ligt nog steeds voor mevrouw, ligt het klaar. Als het verkocht wordt, krijgt ze de geld terug. Ze mag ook het onderdeel weer terug hebben. Ja, maar wordt zo'n onderdeel vaak verkocht? Ik bedoel, is het een gangbaar artikel? Nee, het is geen gangbaar artikel. Anders had het alweer geweest. Ja, dat wil ik zeggen, na bijna 4 jaar. We hebben ook hier Ronnie Ajimbaks, dat is de zoon van mevrouw Jongsang. Ronnie, wat wilde jij over deze zaak zeggen? Je moeder heeft dat onderdeel dus, laat ik maar zeggen, gekocht. En ja, wat wil je moeder nu eigenlijk? In principe gaat het mijn moeder niet om het geld of om het onderdeel. Het gaat haar gewoon om dat ze 4 jaar geleden heeft ze dat onderdeel gewoon gekocht. En meneer Kuiper heeft haar toen verteld dat zodra het onderdeel verkocht wordt, dat ze daar haar centen voor op zou kunnen halen. Mijn moeder heeft toen pak een beetje een jaartje gewacht. Belt een keer op naar de zaak, krijgt de mededeling dat het onderdeel nog niet verkocht is. Vervolgens is het gewoon een zaak van afwachten. Ze wacht, ze belt na een maandje belt ze nog eens en het is nog steeds niet verkocht. En in principe vinden we het nu al zo lang duren en we vinden gewoon dat er gewoon een goede oplossing voor deze zaak moet komen. Want ik bedoel, 471 gulden is ook geen klein geld. Ja, dat is natuurlijk waar. Wat wij eigenlijk ons afvragen, wat ook, wij hebben een achterban van advocaten en sociaal raadslieden bij dit programma. U heeft helemaal gelijk als u zegt, ik ruil niet of ik neem niet terug. Maar nu heeft u het artikel teruggenomen en mevrouw vertelt, nou goed, als we het verkopen krijgt u uw geld. Ja, maar goed, daar sta ik nog steeds voor. Daar staat u nog steeds voor. Goed, die pomp heeft zij natuurlijk ook niets aan, maar... Nee, het is een programmaschakelaar. Ja, technisch bij mij dus al, dus dat ze in eerste instantie niet wisten wat er teruggebracht werd. Dus ik heb zo'n idee van, misschien is het bij een ander een bonnetje gevonden. Want als je toch iets inlevert, dan weet je dus ook wat je ingeleverd hebt. Ja, en dan kom je dus niet met het verhaal dus dat je een wasautomaatmotor ingeleverd hebt. Nee, maar als je dan bijvoorbeeld het artikelnummer vergelijkt op de aankoopbon en het kaartje waar blijkbaar uw handtekening op staat, dan is dat wel hetzelfde artikelnummer. Ja, maar het is geen wasautomaatmotor. Nee, ja, ik zou het ook niet hebben geweten, maar... Maar de mensen die dat gekocht hebben, moeten dat toch weten?
Ja, normaal gesproken zouden ze moeten weten, maar het kon inderdaad een pomp geweest zijn of een motor. Kijk, het is geen, wat we net al hebben gehoord, het is geen goedkoop artikel. Ik kan me ergens voorstellen dat mevrouw niet weet. Ja, die krijgt op een gegeven moment een opdracht die automaat van u kan gemaakt worden. En ja, dit of dat onderdeel moet je bestellen. Nou, dat is bij u gebeurd. Uiteindelijk ook geleverd, weer teruggenomen. Het is er dus ingezet. Ja. Dus het is nu een gebruikt onderdeel geworden. Het is geen nieuw onderdeel meer. En dan ga je dus dat, als het blijkt dat het niet werkt, ga je dat weer terugbrengen. Nou, dan zit ik, als ik dat zou doen, met een hok vol gebruikt onderdeel op een gegeven moment. Ja, dat is ook weer waar. Maar toch, ja, wij hebben dat natuurlijk wel nagevraagd voordat we hier u en ook Ronnie, de zoon van mevrouw Jongzang, naar de studio hebben gehaald. Toch is er sprake eigenlijk van, goed, u heeft het artikel nog steeds in uw bezit, het onderdeel. Dat is niet van mij trouwens. Nee, dat is van mevrouw Jongzang eigenlijk, dus juridisch gezien. Maar, is er nou echt werkelijk geen mogelijkheid dat, ja, u wilt ook tevreden klanten? Dat weet ik. We doen het nu ruim 25 jaar en ik heb tevreden klanten. Ik zal ook ontevreden klanten hebben, want je kan nooit iedereen naar het zin maken. Er is in eerste instantie, kwam dus deze meneer in de winkel. Ik denk dat u dat geweest bent bij ons, na het telefoongesprek. Dat is mijn vader geweest die naar het telefoongesprek bij u in de winkel is geweest. Om het op een vredige manier op te lossen. Ja. Het zij wat niet gebeurd is. En vandaar dat wij een andere, ja, zeg maar, gelegenheid hebben aangegrepen. Om het toch nog tot op goede orde te brengen. Ja, maar die meneer komt dus de winkel in. Jouw vader dus. En die komt zonder bewijzen, zonder kaartjes. Hij zegt, er is telefonisch overleg geweest. Ik stond daar zelf niet, maar een collega van mij. Ik kom even 471 gulden halen. Iedereen kan bellen, iedereen kan zeggen. Dus als je dan al zonder bewijs komt, dan is het voor ons helemaal is dat te gek. Toen heb ik later met meneer Klein heb ik gebeld. En ik zei, joh, dit is geen goede manier van zaken doen. Nou, ze willen dan ook wel 250 gulden terug hebben. Dus het is een beetje handjeklap. Als ja, een soort schikking, hè? Ja, schikking. Ja. Maar dan nog, zeg ik, dan kan ik dus net zo goed die 250 gulden meteen weggeven. Want dat blijkt dus onverkoopbaar. Dat komt heel weinig voor. We laten dus niet voor niets een gedeelte aanbetalen. Dus ook een 250 gulden is voor mij weggegooid geld. En we doen zaken dus om geld te verdienen. Dus ik vind, ik doe er voor de rest niets aan. Ik heb het geleverd. Het is van u het onderdeel. U mag het meenemen. Het mag ook bij mij in de winkel blijven staan. Als het verkocht wordt, dan kunnen wij contact opnemen. Maar eerder niet. Ja, maar, dat is mijn standpunt. Ja, ik begrijp het. Maar ik denk toch dat mevrouw Jongzang hier eigenlijk niet zo heel veel mee opschiet. En nee. Ja, misschien, ik weet niet wat ze gaan doen. Ja, laten ze het wel tot een procedure komen. Nou, vind ik prima. Kijken hoe een kantonrechter hierover beslist dan. Uitstekend. Ik kan ook niet anders concluderen. Het is niet onze taak om te zeggen, u moet iets terugbetalen of u moet iets niet. Wij proberen alleen mensen duidelijk te informeren. U heeft dus in uw winkel dus een mededeling van, we ruilen niet. Maar toch is er juridisch niet helemaal in de haak. Want er is iets teruggenomen. Bent u jurist? Nee, ik ben geen jurist, maar ik heb wel dagelijks overleg met juristen. Ja, ik heb dit geleverd, het is een gebruikt onderdeel. Dus ik ga graag met mevrouw mee dan, als ze andere dingen dus wil gaan doen. Wat gaat je moeder doen, Ronnie, denk je? Nou, in principe zouden we het gewoon op een vredig overleg. Ja, een schikking, maar dat wil meneer Kuiper dus niet. Dat wil meneer Kuiper niet. Nou, dan moeten we andere stappen nemen en daar moet meneer Kuiper daar maar zelf voor instaan, want ik vind... Hoe bedoelt u dat? Dat zal ik u nu even toelichten, ik was nog niet klaar. Mijn moeder koopt iets in het onderdelenhuis van u, en of dat nou om een pet of een fiets of ik weet niet wat gaat, dat doet er niet toe, want u zei, om even terug te komen op wat u net zei van, ja, iedereen kan wel een bonnetje hebben gevonden of iets dergelijks. Ja. Nou, als u het serienummer en alles... check, dan komt alles overeen, inclusief uw handtekening. Ja, klopt allemaal. Nou, en dan, we hebben al verschillende malen telefonisch contact met u opgenomen om het gewoon vredig op te lossen. De laatste 2 jaar is dat niet gebeurd. Dat zegt u. U zegt net zelf al, toen mijn vader in het onderdelenhuis van u aan de Tolstraat is geweest, stond u er zelf niet. Nee, was dus collega. Ik denk ook niet dat u, Ja, maar ik heb ook mijn collega's wel gevraagd of dus daar een meneer of een mevrouw geweest is, dus die 471 gulden terug wil hebben. Dus een heel groot bedrag. Wij verkopen alleen maar onderdelen van, zeg maar van een kwartje tot dan 471 gulden. Dus als er iemand komt en die zegt van tegen een meneer die er staat, ik wil 471 gulden terug hebben, dan worden we daar echt wel over geïnformeerd of die meneer of mevrouw geweest is. En dus de laatste 2 jaar
is er dus niemand bij ons geweest, ook niet gebeld, dus die daarna gevraagd heeft. En dan word ik dus dan gebeld door meneer Kleine dus en dan krijg ik een verhaal. Ik moet dan maar weten dus waar dat over gaat, een wasmachinemotor. Dus je gaat toch zitten denken, dus wat is een wasmachinemotor? Je gaat zoeken, je kan het niet vinden. Ik heb geen nummer, want ik heb dus deze gegevens heb ik doorgefaxt gekregen van deze meneer. Nou, dan kom ik de volgende dag op de zaak, ik tik het nummer in. Ik zie dus dat het een timer is. Nou, dus dan bel ik dus meneer Klein op. Ik zeg, joh, dat was helemaal dus geen wasmachinemotor. Die zegt van, wat was er dan? Nou, ik zeg, maar dat weet die mevrouw toch wel wat ze teruggebracht heeft. En die is toen gaan bellen. Dus het verhaal dus komt bij mij heel vreemd over. Als je dus iets koopt voor 471 gulden, weet je wat je gekocht hebt. Als je dus dan na 5 dagen dat terug gaat brengen, dan weet je ook wat je teruggebracht hebt. Ja, maar ze wist, na 5 dagen wist ze ook wel wat ze terug had gebracht. Maar het gaat nu om een periode van 95 en we zitten nu al bijna in 2000. Dus dan lijkt het me logisch dat iemand zich kan vergissen. Hetgeen zij een programmaschakelaar, het zij een motor. Ik bedoel, nou, het zijn twee totaal verschillende dingen. Dus dat moet je toch wel weten, dus wat er toen de tijd stuk geweest is. Nou, omdat ze allebei toen stuk geweest zijn, kan ze zich misschien vergist hebben in hetgeen wat ze bij u gekocht heeft. Maar ik denk dat we nu dan gewoon andere stappen gaan nemen en dan zullen we gewoon contact met u opnemen. En dan lijkt het me hierbij dat we het even zo laten. We wachten dat af.